De Magna Imbus is een casual motorjas die in verschillende opvallende kleuren beschikbaar is. Hij is voorzien van een waterdicht en ademend membraan, waardoor hij in Nederland in de weersomstandigheden hier heel goed te dragen is. Ik ben Mark van Motor Cleaning Center TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Magna Imbus beschikbaar bij motorcleaningcenter.nl. Doordat de Magna Imbus een wat kortere jas is die aan de achterkant wat langer wordt en de capuchon en het opvallende design is het een hele stoere jas die op heel veel verschillende type motoren zou passen. Voornamelijk op de naked bikes in en rondom de stad, maar ook op een tourmotor of in een donkerdere kleur, eventueel zelfs op een chopper. Door die capuchon krijgt hij echt een casual look en is hij daardoor heel erg neutraal. Hij is gemaakt voor gebruik tijdens midseason en zomer en dat komt doordat hij is voorzien van een waterdicht en ademend membraan, wat ervoor zorgt dat er geen water door de jas heen kan, maar je vocht en je transpiratie wel vanuit de binnenkant de jas kan verlaten. Dit membraan is ook nog eens uitneembaar, dus wordt het heel warm, dan kun je het membraan uit de jas halen en hou je een luchtige buitenjas over die dun is en die dus in de zomer ook prima te dragen is. Hij is gemaakt van een slijtvast polyester en op verschillende plekken is hij nog extra verstevigd met een extra laag slijtvast polyester. Naast dat hij is voorzien van slijtvast materiaal, is hij natuurlijk ook nog voorzien van de nodige protectie. Zo zien we op de schouders en op de ellebogen grote en stevige CE-gekeurde protectoren die je maximaal beschermen voor een eventuele impact. Die zitten hier dus volledig over de schouderpartij heen en op de elleboog zie je een protector die ver tot aan de onderarm doorloopt. Op de achterzijde hebben we nog de mogelijkheid om het schuimpaneel wat erin zit, wat er puur in zit voor de vorm dat de jas niet gaat wapperen, te vervangen door een CE level 2 gekeurde rugprotector. Dit is een insert die je aan de binnenkant van de jas erin kunt schuiven en als je die eenmaal hebt, ben je voor eens en altijd op je rug goed beschermd. De capuchon is vastgemaakt met een knoopje aan de onderkant die als je hem naar beneden schuift los kan worden gehaald en daardoor als die vast zit niet gaat wapperen tijdens het rijden. Dus super handig, dan zit hij ook niet in de weg en kan die ook niet gaan bewegen aan de achterkant van je jas. Zien dat de jas aan de achterkant een stukje langer wordt. Het zorgt ervoor dat als je een wat sportievere houding hebt, dat je geen blote onderrug krijgt en dat je dus veilig kunt blijven rijden. Wij hebben hem hier gecombineerd met een motorjeans voor een wat meer casual outfit. Maar je kunt hem natuurlijk ook combineren met een willekeurige zwarte textielbroek van Magna. En dan heb je een set waarmee je in Nederland het hele jaar door kunt rijden. Aan de zijkant is hij voorzien van klittenband. Zo kunnen we wat strakker trekken langs de onderkant, zodat hij ook daar goed aansluit en niet gaat wapperen. Aan de voorzijde zien we dan het asymmetrische design. Dat geeft deze jas echt een opvallend uiterlijk. En aan de onderkant bij de armen hebben we nette rubber afgewerkte manchetten die je strak kan doen om eventueel handschoenen eroverheen te dragen. En als je dunne zomerhandschoentjes eronder wilt, heb je ook voldoende ruimte om ze aan de onderkant te steken. Er zit ook een zak aan de zijkant voor eventuele spullen waar je snel bij moet kunnen. En aan de zijkant ook grote steekzakken, dus voldoende opbergmogelijkheden. Echt super praktisch. De capuchon kan nog wat strakker worden gedaan, ook nog extra tegen het wapperen, zodat hij strak rondom de nek zit. En achter de voorste rits vinden we dan de wind groot. Het zorgt ervoor dat het grootste gedeelte van de wind en water wordt tegengehouden. En daarachter zien we dan een waterdicht en ademend membraan. Nou, dat wil dus zeggen dat er geen water doorheen kan, maar dat je vocht en transpiratie wel vanuit de binnenkant de jas kan verlaten. Napoleon Pocket voor de rits van de membraan kunnen we eventueel telefoon, documenten in meenemen die je snel bij de hand wil hebben. En aan de binnenzijde zien we dat de jas netjes is afgewerkt met een meshliner. Het zorgt ervoor dat je vocht en transpiratie wordt afgevoerd en je niet een te klam of bedrukkend gevoel in deze jas krijgt. Maar deze kan er dus uit worden gehaald richting de zomer en als je weet dat het droog blijft, hou je alleen een slijtvaste dunne buitenjas over die prima te dragen is op de warmere dagen. Justin is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt hij van deze jas een maat large. Nou, je ziet dat hij alleen een t-shirt onderaan heeft, maar hij heeft eventueel nog ruimte voor dun vestje. Dus dit zou voor Justin de perfecte maat zijn. Je ziet dat hij hier mooi aansluit en daardoor ook niet kan gaan wapperen. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motor Cleaning Center doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor u de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Wil je deze jas een keer in het echt bekijken, passen of bestellen? Dan kan dat natuurlijk in een van onze winkels of in onze webshop. Ik ben Mark van Motor Cleaning Center TV. Bedankt voor het kijken.